Ben jij wel eens op date geweest? Nou, ik had maandag een datestream. En dat kwam allemaal door deze vraag. Heb jij een crush? En door deze vraag te stellen, veranderde mijn stream van een normale maandagstream naar een datingstream. Alleen, ja, ik heb zelf ook wel een crush. En dit is dat verhaal. Barend, jij begint. Heb ik een crush? Op dit moment is je boy zo goed als single pringle, gediggly dingle, pachinko pachinkle. Yo! Er was wel één moment. We staan in de rij voor de vogelrok. Er staat daar een dame in de rij. Bro, ze had van die lokken zo. Yo, en dat vind ik... Ik was... Ja. Haren wapperen door de wind. Precies goed ook. Het was ook precies goed. En zij begint zo te lopen van de ene kant van de rij naar de andere kant van de rij. En echt, zeg maar... Oké, ik ga het gewoon even voordoen, hè. Zij liep zo. Wind door de haren. Het was echt alsof ze in slow motion liep of zo. Ja, oké, genoeg verliefde Barend. Mocht jij de meid zijn waar ik het over heb, stuur me dan alsjeblieft een berichtje. Maar laten we nu in ieder geval verder gaan met de video. Het werd dus een datingstream. En dit is hoe het begon. Ik zie trouwens heel even in mijn ooghoek, zie ik DP Gamer NL en Isabel Berends in privé call 2 zitten. Ho, ho. Zou ik even als datingcoach binnenvallen? Hallo, dames en heren. Ik ben ook wel Roderick de Vogel, datingcoach. Ik had dus eigenlijk een paar vragen voor jullie om ervoor te zorgen dat jullie date goed gaat verlopen. Zijn jullie hier oké mee trouwens? Dan kan ik de vraag stellen. Ja hoor. Oké. Hoe vaak masturbeert u per week? Jezus! Dit was even een oefenvraag. Sorry, dat kan echt niet. Ik snap nu wel waarom je single bent, Barend. Ah, fuck jou, Lisanne. Sorry, ik viel even uit mijn karakter. Nee, de hele simpele vraag. Ik heb voor jullie de vraag. Wat zouden jullie doen op eerste date? Gezellig samen naar de film gaan. Oh, mag ik dan even gelijk een goede tip geven? Ga nooit als eerste date naar de film. Nee. Ja, we gaan naar de Mac. Naar de Mac. Oh, dat vind ik een goede eerste date. En na deze eerste vraag te stellen, heb ik ze ook maar even wat tips gegeven. Want ook die moeten gegeven worden tijdens een datingshow. Ja, ik voor een eerste date kan ik altijd aanraden om iets actiefs te gaan doen. Want tijdens de eerste date ben je toch wat zenuwachtig meestal. Of weet je niet zo goed hoe je jezelf moet verplaatsen. Dan is iets actiefs doen, zoals midgetgolven of naar Monkey Town. Dat klinkt heel saai, hou op. Of, nee, maar het gaat niet om het midgetgolven. Het gaat natuurlijk om de date. Maar omdat je aan het midgetgolven bent, hoef je je niet zo te focussen op de date en of het wel goed gaat en of het allemaal wel klopt en dit en dat. Dus ik kan dat heel erg aanraden om op zo'n manier je eerste date te doen. Als het dan niet helemaal soepel verloopt, dan wordt het wel lastig. Zie je uit als iemand die actief is? Nee, ik heb je eigenlijk alleen nog maar op je profielfoto gezien, dus... Ja, maar ik ben nog steeds niet actief. Je bent wel actief in mijn DM. Wow! Oké, ik ga jullie weer alleen laten. En toen besloot ik zelf maar eens op date te gaan. Ik ben wel even benieuwd. Ik ga in privé call ook voor twee personen zitten nu. Wie er met mij op date wil, die joint die call maar. En dan mag je met mij op date. Ik ben benieuwd of iemand... Hey, Nathalie! Ik ben gesleept. Oh, hey! Sorry. Nee! Nee, maar dit is niet mannen. Wat is wel op date? En dan ga ik niet... Ik ben fucking gesleept. Ja, dat is... Wat is dit nou? Ik wil gewoon met iemand op date. Ik ben Isabel en ik ben Hé, Marinde. Wil je met mij op date? Oh. Hello darkness, my old friend. Wil jij met mij op date? Ja. Oh yes. Let's go. Nee, ja, ik ben wel meer van de dames, Dylan. Ik denk ik zeg het alvast.
Ik heb nog een hele leuke dame die met jou op date wil, Barend. Nou. Het is Ray! Ray wil met jou op date. Oké, nou, Gerry. Wat zou jij nou doen op een eerste date? Ik kreeg geen adem meer, gek. Oh. Nou. Ik denk dat we een match hebben. Ja! Oké, Gerry. Ja, wat is het? Hoe ziet jouw perfecte vakantie eruit? Oh, lekker op het strand liggen met een Playboy in mijn handen. En dan een lekkere cocktail naast mijn bed. En dan op een privé-eiland. Dat is mijn perfecte date. En die van jou. Hey, Luc. Hey. Yo. Wat jij bent natuurlijk nu aan het daten met Sherry. Ja, ik heb dus wel even een... wat was jouw eerste date met Sher? Nou, ik ging afspreken. De afspraak was bij haar thuis. Oh, oké. Toen kwam ik daar en toen gingen we gelijk wieën. En toen sloeg de vonk sloeg over toen. Voor het eerst naar de wie, voor het eerst op de wie is wel echt een goeie. Ja, maar het is een beetje gek dat je de eerste keer bij iemand afspreekt. Maar ja. Maakt niet uit. Nou ja, maakt niet uit. Kijk, als je elkaar online kent, dan is het ook weer een beetje anders natuurlijk. Laten we nu hopen dat er andere mensen komen die met me op date willen. Ik kom even verhaal halen, want ik hoorde net dat mijn man Gerry hier was. Wat heeft dat allemaal te betekenen? Ja, je bent ook een verraad hier! Nou, ik laat deze jongens maar eventjes in een andere privécall. Kunnen wij ook nog even daten? Hallo, wie is hier? Hallo? Ik ben Barend. Hallo Barend. Ik ben Berend. Hallo Berend. Ik ben Barend. Hallo. Doei Barend. Doei Berend. Hallo, welkom bij de McDonald's. Mag ik uw bestelling alsjeblieft? Ja, mag ik 2 kip 9 menu met zoet zure saus. En dan een Happy Meal. 1 Happy Meal, ja. Dat was het. Oké, dat wordt dan €21,65. Mag u door het volgende raad? Oké. Okay. Dus hier was een KFC. Hallo, welkom bij de KFC. Mag ik uw bestelling alstublieft? Doe maar 2 Big Macs en een... meneer, dat is niet... Nee, meneer, nu haalt u de bedrijven door elkaar heen. U bent bij de KFC, u kan uw kip halen. Hallo. Oh, je doet het echt, joh. Ja, wat denk je zelf? Oké, Milou, welkom in de dating show. Bas. Dat we naast elkaar zaten in de Fata Morgana. Was dat onze eerste date? Of niet? Ik heb het gevoel dat er nog meer een soort van spelshow is geworden. Mensen in de chat. Ja. Is dit meer een spelshow of een datingshow geworden? Wacht, ik zit okay. Een pauze. Waarom zegt iedereen zoenen? Ja, okay. Oh god. Ja, nee, okay. Als de eerste date niet goed voelt, dan moet je meteen stoppen. Ja, ben je daar... Je bent wel iemand van... Het moet gelijk goed zijn? Ja. Zullen we gewoon nu afspreken over 5 jaar? Hoe dan ook, gaan Milou en ik op date als ze oud genoeg is. Ja, is goed. Is dat een deal of wat? Ja, is dat een deal? Dankjewel, Milou. Veel plezier boven. Ja, dankjewel. Oh shit, Nathalie zit in de call. Oh. Nee, ik heb een cadeautje. Ik heb een cadeautje voor je. Oh. Yo! Die is zo groot! That's what she said! Kan je hem op je hoofd doen? Zeg maar dat hij opeet. Lekker. Ja, ik heb een hele verdrietige Gerry aan de lijn. Want die wou nog heel graag iets zeggen. En toen ging je al weg, zeg maar. Oh. Dus mag Gerry haar laatste shot knallen, want ze ja, wacht even hoor. Ik zal de telefoon even opnemen. Hallo? Hallo? Hey, Gerry. Ja, ik wou nog heel graag een liedje voor je gaan zingen.
Nou, ben je klaar voor? Ja. We just got that number one victory royale. Yeah, Fortnite, we're mounting it now. Get down! Thank you, on the board right now. Just wipe down Tomato Town. Oh, wacht, dat is een verkeerde. Good. I know you somewhere out there. Somewhere far away. I want you back. My name is Tink, I'm Clay. Dankjewel. Dankjewel! Applaus! Mag ik even wat klepjes in de chat voor Gerry? Hallo, Katrina. Yes. Ben jij momenteel iemand aan het daten? Nee. Alright, Katrina. Wat zou je met mij daten als onze vibe zo was geweest? Weet je wel, zou je dat dan hebben gedaan? Ik zou gewoon ja zeggen nu. Ja? Je twijfelde echt heel erg. Ja? Kom aflossen. Katrina, dankjewel voor deze geweldige date en het delen van de verhalen. Ik vond het super gezellig. Graag gedaan, was dat gezellig. Oké, doei. Doei, doei. Hallo. Wil jij op date met mij? Nou, ik werd eigenlijk gesleept, maar... Oh. Sure. Oké. Doei. 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 Oh. There we go. We zitten bij de Italiaan. Ja. We kijken elkaar in de ogen aan. Ja. Weet je wel. Hey, Shakila! What up? Wat zou jij nou doen op een eerste date? Mag ik daar een hulplijn voor inschakelen? Hallo, met de hulplijn. Waarmee kan ik u van dienst zijn? er wordt mij dus nu een vraag gesteld. Ja? Wat ik zou op een eerste date, maar ik weet het niet. Oh, ik zou samen Minecraft spelen. Dat is een goed idee. Een Minecraft date, ja. Nou, dat waren zo ongeveer wel alle dates. Het was in ieder geval super gezellig en ik heb jullie beter leren kennen. Ik vond het erg leuk. Maar wie ga ik kiezen voor een tweede date? Dames en heren, jongens en meisjes. Ja? Yeah. Wie van al deze dates, met wie zou ik een tweede date willen? En met mensen waarmee ik nog een tweede date wil, zijn... met Gerry? Vet. Wat zei je nou? Gerry. Oh, hallo! Berend, Marinde, Isabel, Shakila, Johanne was ook super gezellig. Milou, over 5 jaar gaan wij op de tweede date. Nathalie zou ik ook wel op date willen, maar alleen op de verkeerde redenen, want ik wil gewoon graag mijn hoofd in dat gat. Fanny X-Vis! Oké, en on that note, dames en heren, jongens en meisjes, dit was de dating show voor vandaag. Even wat klepjes in de chat, jongens. Even wat klaps in de chat. Echt, ik wil applaus voor iedereen hier. Ik vond het super leuk dat jullie allemaal mee hebben gedaan. Super bedankt. Het was echt gezellig en lachen, gieren, brullen vanavond. Ik heb enorm genoten. Ik vond het echt heel erg leuk. En we gaan dit denk ik snel nog een keer doen. Maar dan misschien met wat meer voorbereiding. Letterlijk, deze stream was niet bedoeld als dating show stream. Maar, hey. Ja, en toen ging ik toch nog even wat doorkletsen met de Twitch chat. Mocht je me daar nog niet volgen, twitch.tv/almostnormal. Ik ben best wel vaak live. Kom daar ook vooral lekker langs. Ik vond het zo'n leuke stream dat er wel een video van moest gemaakt worden. Ik hoop dat jij deze video ook leuk vond. Zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende... Oh, wacht even. Wat is dat voor leuk liedje wat je hoort op de achtergrond? Hé, hey, het linkje van Nerd staat nu in de beschrijving. Luister hem. Later, guys. Yo. Jij bent de knapste en je kiest voor mij. Yo.